Hacks, mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom op het kanaal Rotjoch. En welkom in Mindtopia. Welkom terug in Mindtopia, mensen. En ik sta natuurlijk weer in mijn oh zo prachtige, lege, maar ongelooflijk dure appartement van Quartz en Diamond Blocks en Lapis Lazuli. En damn, het is een hele grote mooi appartement. En ik heb trouwens, ben ik laatst naar de scrapyard geweest voor de grap. Om te kijken hoeveel het waard is als ik het zou scrappen. En hij zegt, nou, je kan hier in ieder geval, als je wil, hier 500.000 voor krijgen. Maar dat ga ik niet doen, vind ik stom, want ik heb het voor minder gekregen. Want de prijs is gigantisch gegroeid hier in Mindtopia. En alle plots zijn ook duurder, dus gelukkig heb ik laatst op tijd mijn plots gekocht. En ja, dat soort dingen, dus dat ga ik allemaal niet doen, vind ik een beetje lullig. Maar, just saying tegen jullie, just saying. Dan ga ik even aan jullie laten zien, dat is ook heel leuk. Ik heb hier 64 diamond blocks. Ik heb 500.000 op de bank. Ik heb 10.000 nog voor de vluchtelingen. 10 blokken van diamonds, 50.000. En ik heb ook nog dit in mijn kist liggen. Mogen jullie gaan uitrekenen hoeveel geld ik heb in totaal? Dus hartstikke leuk en hartstikke tof. Oké, vandaag staat op de planning een paar dingen. Eerst ga ik even langs het asielzoekerscentrum kijken hoe het er nog bij staat. Dan ga ik kijken of mijn bestelling binnen is gekomen bij Laurens van de Food Court. Dat is heel belangrijk. En als laatste heb ik een heel belangrijke afspraak eigenlijk bij de burgemeester. Ik heb hem een tijdje niet gesproken. In het begin mochten we elkaar niet zo erg. Hij mocht mij niet, omdat ik eigenlijk best wel een lul ben. In Mindtopia. Ik ben best wel een lulletje eigenlijk. En ja, eigenlijk wil ik een paar dingen met hem bespreken. En het gaat niet over dat ik een lul ben, maar over de asielzoekers. Want ik vind toch wel dat ik ik ben eigenlijk de supervisor van de asielzoekers. En dat ik wel eigenlijk een gesprek moet aangaan met de burgemeester over regels en dat soort dingen. Want hè, het is uiteindelijk zijn stad. Voor nu nog wel zeker, want binnenkort in 10 december komen als goed is de verkiezingen weer. En dan moet er een nieuwe burgemeester gekozen worden. En hoewel hij mij niet mag. Misschien dus niet meer. Ik hoop het niet. Maar misschien hij me niet mag. Ik mag hem wel. Op zich is het een goede burgemeester. Hij doet niks verkeerd. Hij zorgt gewoon dat iedereen lekker gewoon zijn leventje kan leiden. Ja, hij is een beetje moeilijk. In het begin had ik ook moeite mee van, ja, het is niet zo'n zeurenman, weet je. Van aanvraagformulier dit, dat, zo. Maar uiteindelijk zorgt hij wel voor dat het netjes verloopt. Kijk, stel je voor, ik word burgemeester. Ik maak alleen maar een takkenzooi van, zou ik maar zeggen. Echt een takkenzooi van. En dan komt het allemaal niet goed in Mindtopia. Dus ik ga in ieder geval niet voor burgemeesterschap. Ik weet dat heel veel kijkers dachten dat ik het wel ging doen. En heel veel mensen in Mindtopia ook van, ja, jij gaat het zeker proberen. Nee, ik ga het niet proberen. Ik ga zelfs proberen om mensen, oftewel zieltjes, te winnen voor Lars in Mindtopia. En het mooie is, ik ga de eerste zieltjes die ik voor hem ga werven, zijn natuurlijk de 12 zieltjes die ik moet verzorgen deze week. Hier, het mooie centrum van de asielzoekers. Nou, het staat er nog mooi bij. Ja, er is hier niemand geweest. Ik zag gisteren bij Marnie. Ik zag hier een beetje snoepen. En ik zie ook Dropveter nu weer een beetje langslopen. Maar het ligt er mooi bij. Dus dat is mooi. Hier kunnen ze dus aankomen. Bij vandaag of morgen komen ze al aan. De asielzoekers. En er komt ook binnenkort natuurlijk. Want mijn invite die ik heb vandaag uitgegeven. Hoor jullie op het einde van de video natuurlijk. Hoe ik mijn invite ga weggeven. Maar er komt dan wel nog. De asielzoekers komen dan binnen. Dus er moet wel alles klaar zijn. Dus ik ga even snel kijken. Want ik ben laatst dus bij Jeffrey geweest voor de kisten, die heb ik nog niet binnen, dat weet ik zeker. Jeffrey zou ze van mij gaan droppen in het asielzoekerscentrum, maar die waren er natuurlijk nog niet. Dus dat heb ik wel geregeld bij Ikea, maar dat moet nog. Oh shit, eigenlijk moet ik nog echt best wel dikke haast, man. Ik heb binnen 3 dagen moest ik allemaal dingen gaan regelen voor 12 mensen. Hopelijk is Laurens langs geweest met het eten. En boom! Laurens is langs geweest, ik heb het eten binnen voor de asielzoekers. Alle kippen, 64 appeltjes en de broodjes. Daar word ik hartstikke blij van. Thanks Laurens, lekker op tijd geleverd. Super tof. Hier zijn al die plots, daar ga ik ook een andere keer over praten. Want ik heb nu eigenlijk een belangrijke afspraak met burgemeester Vakenhof. En ja, hopelijk is hij een beetje blij met me. Want hij was ook natuurlijk heel boos op mijn rukbunker. Maar het is natuurlijk mijn rukbunker niet meer. Want als je het kanaal van Trelerion volgt, ofwel de oud-politieagent Trelerion, heeft Trelerion mijn plot gekocht. En hier heb ik 200.000 ongeveer voor gevangen. Voor de 2 plots. Plus de scrapyard waarde. Dus dat is wel lekker. Dus dat ben ik heel erg blij. En die gaat dus weg. Ik denk dat Lars er ook wel blij is om het zo meteen te horen. Maar dat zullen we nu achterkomen. Ik heb een gesprek met hem nu. Het is nu 10 voor 5. Eigenlijk om 5 uur, maar ik ben vroeg. Hallo Lars. Pa. Hoi. Ik was niet rondjes aan het rennen. Echt niet. Ik ben heel druk bezig met allemaal boeken. Zie je? Boeken. Boeken. Rondjes boeken. Rennen? Ja, ik moet een beetje aan mijn fitheid werken. Ik was mag ik vragen naar je fitheid? 24. 24?
Ja, daarom moet ik rondjes rennen. Jeetje! Rondjes rennen. Oké, ik weet dat ik een beetje vroeg ben. Ik moest eigenlijk over... ik moest eigenlijk over 10 minuten hier zijn, maar... Heb je eigenlijk nu al tijd? Of we kunnen ook nog een beetje praten, gewoon gezellig is, voordat we op de officiële business overgaan? Ja, kan wel. Ik ga straks wel rondjes rennen. Ik heb ook een leuk iets voor je dan. Dan kunnen we in jouw kantoortje iets bespreken, want het gaat over de asielzoekers. Oh jee. Ja. Oh jee. Joepie, asielzoekers. Kom mee. Mijn kantoor is deze kant op, dat weet je wel, want daar ben je vaker geweest. Ja. Hij is nog steeds op dezelfde plek. Hier namelijk. Hopsakee. Ik doe het deurtje wel dicht. Hopsakee. Ik doe de deur dicht. En je hond, Tarzan. Nou, wat leuk. Gaat hij overal mee naartoe ook? Ook in het kantoor? Ja, hij is echt super schattig. Hij houdt ook een beetje enge mensen uit de buurt, maar jou vindt hij wel leuk zo te zien. Ja, ik ben ook niet zo'n heel naar mannetje. Als allereerste, Lars, hoe gaat het met je man? Ik heb je tijd niet gesproken. Fantastic Five lang niet bij elkaar geweest. Ik was bij de laatste meeting alweer 3 weken geleden, was ik er niet bij. Nee, dat was wel heel gezellig. Het was een hele gezellige meeting. Ah, ik was er helaas niet bij, dus... Ja, dan had het toch gezelliger geweest. Nee, Dylan, het gaat met mij prima eigenlijk. Ik heb weinig te klagen, ik ben druk bezig. Maar het gaat goed, met mij tenminste. En met jou? Ja, gaat heerlijk. Het gaat de goede kant op. Ik ben met mijn zaken, dingen gaan helemaal de goede kant op. En nice. Ik heb misschien zelfs goed nieuws. Ik weet dat je een hele grote hekel had aan mijn rukbunker. Het is eigenlijk jouw naam. Ik heb het overgenomen. Die gaat neer. Die gaat tegen de grond, tegen de vlakte aan. En er komt daar, ik geloof, een casino van Trillerion. Maar die wil van mooie bouwdingen maken en dat soort dingen. Dus heb je weer een mooi uitzicht. Dat is wel een legit casino, hè? Want ik ken jou een klein beetje. Het is niet van mij, hè? Het is niet van mij. Nee, het is van Trillerion. Hallo, dat wel goed. Hey, ik ben eerlijk. Ik ben van de eerlijke kant ben ik nu geworden. Oké, fijn. Je bent eindelijk van de goede kant. Ik ben eindelijk van de goede kant. Ik weet dat we een verkeerde start gemaakt hebben, maar dat wil ik allemaal bijleggen. Laten we dat bijleggen. Vrede. Vrede, ja. Ik was een beetje gemeen tegen je in het begin. Ik weet het. Ik was niet zo heel lief met bewaker Kees. Het viel bij jou aan het verkeerde keelgat, dat weet ik. Ja, het schoot bij mij inderdaad in het verkeerde keelgat. Net zoals deze kip. Neem een stukje kip. Om het goed te maken, hartstikke lekker hier, kip. Hopstikke. Ik wel voorbij, want ik heb net gegeten toevallig. Ik ben wel heel erg bezig met mijn fitness ook. Ik drink ook elke dag heel veel water. Heb je al een waterbottel gekregen? Ik heb waterbottel, ik heb alleen geen water hier. Dat is een beetje jammer. Alsjeblieft. Ik moet even zo'n waterkoeler. Ik heb er eentje extra. Dat kan gewoon geregeld worden bij je IKEA waterkiller. Ja, nice. Ik heb er heel veel. Over fitness gesproken. Dus over fitness. Jij hebt 27 was het voor jou? 24. Nou, binnenkort komt er mij in mijn straat. Ik heb een nieuw blok gekocht waar heel veel van mijn winkels komen. Er is iemand gekomen met een heel leuk idee. Misschien ken je Dropveter? Dropveter, die ken ik zeker. Die woont bij mij in het F5 gebouw. Ja, zeker. Bij ons. Ik woon er ook. Ik woon onder jou, geloof ik. Oh ja, woont er ook. Ja. Het is ingewikkeld, maar ze woont er ook. Ja, in ieder geval Dropveter. Die komt binnenkort met een soort fitnessplan. Ze zelf heeft een fitness 70. Het is echt bizar. What? Gewoon hoog. Ja. En die heeft een beetje doorgekregen hoe het allemaal werkt. En dan geeft ze je een dieet mee. En dan geeft ze je mee hoe je het best kan levelen. Het is best leuk. Oh, wauw. Dus misschien is het wel iets voor jou. Dat is zeker... Nou zeg, dank je wel. Sorry. Ik bedoel, het helpt alleen bij iedereen, hè. En ik zie nu rondjes in je kantoor. Dat is natuurlijk niet leuk. Ja, dat was betrapt eigenlijk. Dat had ik helemaal niet moeten doen. Ik zat voortaan na werktijd doen. Ach, geeft niet, joh. Mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Want ik vind je toch steeds een topburgemeester. Want ik weet niet of je het erover wil hebben, maar de verkiezingen... Verkiezingen. Wat denk je? 10 december. Ik denk dat het een race tussen jou en mij wordt. Ik kan het je vast vertellen. Ik ga niet meedoen. Ja. Are you kidding me? Ik ga niet meedoen. Jij wordt geen tegenstander in de komende verkiezingen voor burgemeester hier in Mijntopia. Ik word geen tegenstander in de komende verkiezingen voor Mijntopia. Oh, wauw. En vanwaar deze change of heart? We waren met de Fantastic Five, als het goed is, hadden jullie besproken dat ze weer voor jou wilden gaan stemmen. En dat is wel de bedoeling. En ik ben het met je eens. Op zich, weet je, ik ben van mezelf eigenlijk... Ik dacht van, nou, macht, weet je, tof, cool. Maar nu heb ik iets van, ja, weet je, het is, als ik het doe... jij zorgt alles voor netjes op orde is. Ja, ik vind het vervelend, de aanvraagformulier. Zo werkt dat. Ja, natuurlijk, maar zo werkt dat inderdaad. En ik kan dat gewoon niet. Ik heb er ook geen tijd voor, geen zin in. Dus ik precies van, weet je wat, ik stem gewoon weer op jou. En jou vertrouw ik hierin. En ik vertrouw erin en ik ben zelfs proberen om zieltjes voor jou te winnen. Maar dat is mijn concern. Ik zorg wel dat jij ook weer de burgemeester wordt. Ah, dat vind ik echt super tof, Dylan. Ik denk dat wij dan best wel goed met elkaar om kunnen gaan schieten de komende tijd. Want ik heb echt grootse en mooie plannen met Mytopia in de tweede termijn. Maar dat is pas over een maand. Dus we hebben nog wel even de tijd om mensen te winnen. En dan kunnen we daar wel kijken of dat er mensen bij zijn die het leuk vinden om op burgemeester Vaco te stemmen. Ja, voor nu hebben we namelijk een mooie, dat is een mooie aansluiting, over mensen zieltjes winnen. Er komen wat nieuwe zieltjes natuurlijk in Mindtopia binnenkort. Een paar, ja. We beginnen met 12 deze week. Dat zijn natuurlijk de asielzoekers.
Ja, klopt. Heb je al een plek gevonden waar we die gaan droppen? Want ja, er is een... Normaal achtertuin, hè? Er is een, nee. Er is een asielzoekerscentrum gebouwd, helemaal in de hoek van de stad. Zo ver mogelijk weg van het centrum. Ah, oh, prima plek. Dat is een asielzoekerscentrum, er komen er 12. Ze hebben een klein hokje waar ze in kunnen wonen. En zoals je inderdaad de gemeente me aangesteld, weet niet of je, volgens mij was je toen op vakantie of zo, maar ik ben aangesteld om voor ze te zorgen. Jij gaat zorg dragen voor 12 asielzoekers in Maintopia. Ja, ik moet zorgen dat ze eten hebben. Ik moet zorgen dat ze kleding hebben. En dat ze eigenlijk zich niet misdragen. Misdragen zij zich wel in Maintopia. Hebben we ook afgesproken met de gemeente. Hoor je niet in Maintopia thuis, sturen we je linea recta weer naar huis. En je bent van de whitelist af. Dat lijkt mij een heel goed plan. Heb je verder nog iets van regels waar ze zich aan moeten houden, nou ze hier zijn? Ja, en vandaar dat ik bij jou kom. Ik denk van, weet je wat, ik had wel mijn eentje verzinnen. Maar ik heb zoiets van, nou, jij bent eigenlijk de baas van de stad op het moment. Overleg, daar staat alles mee, Dylan. Precies. Dus dan overleg met jou, denk ik, wil ik wel mooie regeltjes gaan schrijven om te zorgen dat ze in ieder geval zich gaan gedragen. Dus ik heb hier een mooi boekje. En dan ga ik het boekje ga ik maken. En dan ga ik die kopiëren 12 keer bij het postkantoor. En dan ga ik die uitdelen aan de asielzoekers. Van, hier moet je aan houden. Doe je dit niet, is de kans gigantisch groot dat je geband gaat worden. Ja, dat lijkt me wel handig om te hebben. Dan weten zij ook waar ze zich aan moeten houden. Dus inderdaad. Dus we gaan even... Zullen we gewoon even een paar regels gaan opschrijven ervoor? Ja, sure, een paar. Oké. Okay. Interessant. We beginnen met, we noemen het wel handleiding asielzoekers. Ja, how to be an asielzoeker. How to be an asielzoeker. Handleiding asielzoekers. Asielzoekers 101, ja. Oké. Okay. Handleiding asielzoekers, oké. Okay. We beginnen met, als jij als asielzoeker je niet aan deze regels houdt. Regels houdt, dus DT, hè? Jij bent is DT. Ja. Niet aan deze regels houdt, dan wordt jij, want ik hou het echt op jij, dan is het u natuurlijk voor netjes, maar het is een soort van dreigementje, hè. Dan word jij verwijderd, jeetje mama, Nederlands echt slecht met de D, van de whitelist en van Maintopia. Heel simpel, dit, bij deze houden wij een week in de gaten. Houden wij, dus de haakjes ik... Je, jullie een week in de gaten. Punt. Hoppakee, volgende. Regels, dus dan gaan we doen regels. Regel 2. Is het een idee als we ze een bepaald avondklokding opleggen, zodat ze niet s'avonds door de straten van Maintopia gaan dwalen? Gaan zwerven, ja, het zijn al genoeg. En het zijn ook mensen die we niet vertrouwen. En dan komt misschien gevechten op gefoktheid, dat is een goeie. Ja, die willen we niet in de straten hebben. Nee, dus we doen geen regels voor om ruzie te voorkomen. Regel 1. Avondklok. Om van 22:00, denk ik. Van 10 uur zijn we mooie. Ja, dat is een mooie tijd. Tot 8 uur 's ochtends? Tot 8 uur 's ochtends, ja. Dan moet dan tussen die tijd... Dat is weer licht natuurlijk, 8 uur. Tussen die tijd, tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends... Bent u verplicht om op het complex AZC... te blijven. Ja, binnen het complex. Niet op de rand, maar ja, er echt om binnen. Binnen het AZC complex te blijven. Ja. Het is niet toegestaan om dit land te verlaten, dit gebied. Ja, dat is mooi. 2. De avondklok van 2. Ik heb het na het avondklok dubbele punt van 22 uur tot 8 uur bent u verplicht om binnen het AZC complex te blijven. Regel 2. Dat is een belangrijke. Dat is van je wethouder geweest. Ja, er zijn heel veel mensen die al gaan lopen kloten voor ons gebouw, voor de burgemeester. Van de burgemeester, wil je spreken? En ik, ja, dat is ook hetzelfde deur voor mij. Niet gaan durpen, dus eigenlijk niet voor het Fantastic Five gebouw staan. Lijkt me een goeie, want ze kunnen zoveel willen. Maar niet, dingen willen, dat is niet altijd een reden om dingen ook meteen maar te krijgen. Niet durven voor het Fantastic Five gebouw. Ja, het is verboden om zich voor het F5 gebouw op te houden. Dat is een mooie zin. Het is, dat is een mooie zin, misschien daarom moet jij de burgemeester worden en ik niet. Het is verboden om... Dat is ook weer, het is verboden om... Zich voor het F5 gebouw op te houden. Om zich voor het F5 gebouw op te houden. Ja. 3. Mooi regeltje nog. Werk. Want heel veel mensen hebben al weinig werk in Maintopia. Hebben mensen al weinig werk. Als zij het werk krijgen, willen maar gezeur. Dus, ja, dan hebben we een probleem. Geen werk, of wel werk, maar dan krijgen ze niet betaald. Werk mag, mits vrijwillig. Werken mag, mits vrijwillig. Ja. Hiervoor wordt u dus niet betaald.
Nou, ho, wacht even. We kunnen het doen dat het salaris richting de gemeentekas gaat, zodat het AZC onderhouden kan worden. Ja, maar dan moet het geregeld worden met de werkgever. Dan moet dat geregeld worden. Ja, dus even kijken hoor. Werkmacht, hier wordt hij dus niet voor betaald, maar dat horen ze dan wel bij mij. Ja, daar hoeven zij zich verder geen zorgen over. Wacht even hoor, dan doe ik even SOZ, volgende pagina. Zo, Jan, daar bladzijde. En dan is het van: wilt u wel werken? Dan meldt u dat bij mij, want ik ben natuurlijk de opzichter. Ja, maar de overzier. Dat bij de heer Rotjochie. Dan weet ik in ieder geval waar iemand gaat werken en bij wie die werkt en wie natuurlijk degene is wie. Anders heeft hij misschien gast, misschien gratis werknemers. Dat willen we allemaal niet. De zwartwerkers hebben we helemaal niet. Daar zitten we niet op te wachten. Dat willen we helemaal niet. Dat willen we niet. Dat zijn 3 regels. Is er nog een 4th regeltje? Ja. Aangezien ze toch niet mogen werken, hebben ze dus ook geen geld. Het is hen niet toegestaan om te bedelen bij de inwoners van Mytopia. Niet bedelen bij de inwoners van Mytopia? Ja, want anders dan gaan ze de hele tijd maar lopen schooien. En heb jij nog wat te eten? Heb jij nog wat geld? Inwoners niet. Van Mytopia. Niet bedelen bij de inwoners van Mytopia voor geld, eten en andere goederen. Andere zaken, ja. Andere goederen. Gewoon niet zeuren. Top. En nou, dat vind ik eigenlijk wel genoeg regels. Want het moet niet te streng zijn. Ze hoeven het maar een week vol te houden. Nou, dan hebben ze toch best wel heel wat kansen aan de om dat regels voor te regelen op deze manier. 7 dagen. En u heeft een verblijfsvergunning. Ja, ingaand vanaf? Zodra ze binnenkomen. Oké, okay, vanaf dus de binnenkomst. Dus volgens mij staat het op de maandag, als het volgens mij al. Dus binnen of 2 dagen, 3 dagen. Ja, dat is nou, wel vanaf lekker. Binnenkomst dus 7 dagen. En dan hebben zij een verblijfsvergunning. Top. Permanent voor Mytopia. Wat krijgt u van de gemeente? Ze krijgen van de gemeente simpele. Ik heb een pakket voor ze opgesteld. Ze krijgen een gevarieerd voedselpakket. Dus ze krijgen bij aankomst 20 appels. Yo. 20, ja. Ik wil niet dat ze zich niet thuis voelen. Oh ja, dat willen we natuurlijk. 20 chicken en 20 brood. Wacht even. Ze komen uit een gebied waar ze helemaal niks hebben. Dan moeten ze zich thuis voelen met 20 appels en 20 kippen. Ja, maar ze komen hier natuurlijk wel om natuurlijk wel leuk te hebben in Mytopia. We moeten wel goed voor ze zorgen. Welkom. En zeker, bij burgemeester Vakenhof. Ja, wil jij stemmen winnen? Ja, dat heb ik ze zo nodig. Dan heb ik ze zeker nodig. Maar asielzoekers mogen nog niet stemmen. Dus tegen die tijd. Nou, volgende week wel. Volgende week zijn ze inwoners als ze goed gedaan hebben. Volgende week wel. Dus dan moeten we dus nu alvast een beetje paaien. Ja, dat laat maar aan mij over. Dat zal ik voor zorgen. En een stukje kleding krijgen ze. Een stukje kleding per persoon. Ja. Verplicht dragen. Ja, geef ze allemaal maar een oranje pet. Aan je pet of zo, of een rood shirtje of zo, dat zien we dan. Een rood shirtje of iets. Ze moeten herkenbaar zijn op straat. Goed, ik heb hem hier. Misschien als jij even kijkt of wat je ervan vindt. Ik ga even kijken wat ik ervan vind. Als je het een mooi boekje vindt met de goede regels en een goede vormgeving. En dan kunnen we het gewoon uitdelen aan al die asielzoekers. Ja, Tarzan. Avondklok, verbod voor het F5 gebouw, werken is vrijwillig. Ik vind dit een prima boek. Een prima regelset voor de eventuele nieuwe inwoners van Mytopia. Top, dan schrijf ik even kijken. Dan ga ik me signen. Regels. Vlucht, noem ik het gewoon. Want het past niet helemaal. Regels, vlucht. En dan ga ik het signeren. Closen, signen. En dan ga ik zelf bij het postkantoor langs. Om betaal ik het wel vanuit. Ja, ik heb van de gemeente geld gekregen om het te kopiëren. Dus het komt helemaal goed. Komt helemaal goed. En voor dat is eigenlijk dan dat. Dat hebben we geregeld. En asielzoekers mogen ze dan niet durpen. De regels zijn duidelijk. En ik denk dat wij binnenkort even een leuk gesprek kunnen hebben over ook sowieso een beetje dingen voor de stad. Ik heb geld om te spenderen. Ik wil graag de stad een keer helpen. Ik bedoel, ik help wel nu met de asielzoekers, want ik wou graag voor ze zorgen. Dat leek me heel erg leuk. En niemand anders wou het doen. Ah, nou nee, hoe zou dat nou komen? Ja, ik snap het wel hoor. Maar ja, weet je, het is, ik dacht iemand moet het doen. So be it, mij het doen. En ik heb een beetje misverstanden in de stad. Ik dacht, nou, laat mijn naam even zuiveren door dit te gaan doen. Eigenlijk ben je helemaal geen rotjochie. Eigenlijk heel diep niet. Van binnen. Ben je eigenlijk gewoon een schatje? Ja, eigenlijk heel, heel, heel diep van binnen hoor. Heel diep van binnen, maar je bent eigenlijk wel een klein schatje. Dankjewel. Ja. In ieder geval, dan is dat. Dan ga ik zorgen dat ze inderdaad, met ik ook stemmen proberen voor jou te winnen. Stiekem natuurlijk onder de radar, want ik weet ook, ik ga kijken welke, misschien weet jij misschien wat voor mensen tegen jou gaan competen? Ik heb oprecht geen idee. Ik zou ook niet weten wat voor soort mensen allemaal tegen mij gaan competen. Misschien David, zou kunnen. Hij zegt van niet, maar ja, je weet het nooit met die man. Mm-hmm. Ik denk dat David het niet wil. Zou kunnen? Ik denk wel Samal, de baas van de Blue Street. Of een van zijn makkers, een van zijn handlangers natuurlijk. Een van zijn minions.
Ja, handlangers. Mm. Oh, handlangers. En noemt hij dit handlangers tegenwoordig? Ja, nee, het zijn handlangers. Het zijn vrienden van hem. Dus... Ik noem het allemaal minions. Even kijken, wie zou dat nog meer kunnen? Gijs misschien? Als hij echt een beetje in de malle bui is? Ja, maar ik denk dat Gijs niet zoveel steun gaat krijgen. Ik denk de echte gevaar is inderdaad is dus wel Samal. Ja, of David en ik, maar ik ga het sowieso niet doen. Dat beloof ik je echt hierbij. Jou geloof ik op je woord. Ik beloof het echt. Ik denk dat David het ook niet doet, want krijgen we een scheiding in de Fantastic Five. Dat wil niemand. Nou, dat moeten we niet willen. Duffy is al van de bank, die heeft geen tijd voor het burgemeesterschap. Dan zou er waarschijnlijk de enige kans die er nog is dat ze mal het gaat proberen. Ja, dat moet een eigenlijk gewoon... Een debat met z'n mal. Dat gaat interessant worden. Ja, inderdaad een debat regelen. En ik ga kijken wat alvast een beetje... Weet je wat ik ga doen? Ik ga voor jou een papiertje maken met stemmen van wie gaat er op Vaco stemmen. Oh, dat is wel handig. Ga je vast een beetje pollen. Ja, ik ga een beetje met de mensen in de stad om. Ik heb overal dingetjes al gehoord. Dus dan ga ik een beetje voor je kijken inderdaad. Dan wil je een beetje aan de pols voelen van... Hey, wat is jullie mening over de burgemeester? En wie ga je stemmen? Heel fijn. Ga jij eens een beetje kijken hoe dat allemaal zit. En dan hoor ik dat vanzelf van je. Zal ik doen. Oké, in ieder geval dan bedankt voor je tijd vandaag. Heel graag gedaan. En ik zou zeggen, ik eens even langs Vee gaan. Niet persoonlijk bedoeld, hè. Maar Vee is echt een topper. Oké, ik ga kijken bij hem. Want het zijn veel interessante dingetjes blijkbaar. Ja, hele interessante dingetjes. Je kan ik ga het zien. Ja, het is onze buurmeisje, dus komt helemaal vinden goed. Vinden we wel. Dylan, ik vond het fijn je weer gesproken te hebben, jongen. Ja, zeker weten. Eindelijk de lucht een beetje geklaard tussen ons. Ja, eindelijk wel weer een beetje. Was ondertussen wel heel hard nodig. Dylan, gelukkig. Dankjewel, jongen. Fijne dag. Hoi hoi. Zo. Top. Nou, dat was de burgemeester. Dat was een goed gesprek. Uiteindelijk, hij ziet het al zand erover met de burgemeester. We hadden elkaar, denk ik, dat komt nog wel elkaar ook een tijdje gesproken hebben. En ik heb de laatste tijd niks illegaals gedaan. Waar hij van af weet natuurlijk. En dat heb ik niet gedaan. Dus hij heeft ook niet echt iets om boos op te worden. In het begin hadden we gewoon een beetje... Hij had er gewoon heel veel moeite mee dat ik eigenlijk wethouder Kees toen de tijd een beetje in de luren had gelegd. Had hij best wel moeite mee. En dat begrijp ik ook. Het is altijd niet leuk om te horen als burgemeester dat een van jouw werknemers eigenlijk in één keer voor andere dingen gaat uitvoeren zonder het bij jou te melden. Dus ja, vandaar dat het eigenlijk goed is. En nu ben ik een beetje vrienden met burgemeester Lars. En ik ga serieus zorgen dat hij inderdaad weer gaat winnen. Want ik vind het een prima burgemeester. Ik bedoel, ik kan mijn zaken regelen. Als ik mijn zaken maak regelen, dan vind ik alles prima. Maar ja, wat de rest wil doen, als we zaken regelen... Ben ik tevreden? Dat is eigenlijk het enige wat ik wil. Jeetje, wat een drukte allemaal bij het Fantastic Five bouwen. Kom er nog misschien... Dacht ik dan, sorry joh, ik heb even geen tijd, Knives. Komt er soms weer de asielzoekers aan nu of zo? Nou ja, goed, ik ga lekker naar binnen. Het is nog steeds een beetje afgesloten, maar de bewoners mogen in ieder geval al naar binnen. Dus dat is hartstikke fijn, hartstikke chill. ADHD, BV, de Mind Bar. Ja, prima. Helemaal mooi hier, het is allemaal leeg hier. Ik ga lekker naar boven toe. Ik zoek het lekker uit. En gegroet, David. En dan zoek ik het allemaal later wel even uit. Alright mensen, in ieder geval, dankjewel voor het kijken. Maar, natuurlijk komen ook heel veel mensen voor een ander ding. Hoe gaan jullie mijn invite winnen? Want dit is even buiten roleplay. Lars, je mag ook wel even praten. Hoi Lars. Oh, hi, hallo, hi. Hi Lars, oké, goed. Wat voor idee heb jij... Wat is een mooi idee om je invite weg te doen? Ja, we hebben het nou net natuurlijk de hele aflevering over het asielzoekerscentrum gehad. Mm-hmm. Wat nou als je jouw kijkers via Twitter een hele toffe naam voor het asielzoekerscentrum laat bedenken? Dat is een hele goeie, man. Die kan dan mooi op een groot bord boven de ingang of zo. Ja. Dan maken we er een mooie, van die mooie letters zetten we erop. En dan weet iedereen, dit is het asielzoekerscentrum Vrolijkheid of zo. Weet ik voor hoe dat gaat noemen. Ja, ik sta vet. Dat is een goeie. Dus inderdaad, wil jij een invite winnen voor Mindtopia, dan moet jij het volgende doen. Je gaat eens naar mijn Twitter, iReleasedEye is dat. Het is geen rotjoch, nee, het is iReleasedEye. En daar tweet je naar me toe. Ik wil dat asielzoekerscentrum zo heet. En daarbij komt natuurlijk, dit is mijn Skype moet je achterlaten en je Minecraft naam. Dan weet ik in ieder geval de drie dingen die ik nodig heb. Hoe je het asielzoekerscentrum wil noemen, je Skype en je Minecraft naam. En dan kunnen we jou misschien verwelkomen binnenkort op Mindtopia. Niet als asielzoeker, maar als daadwerkelijke echte member... van Mindtopia. En natuurlijk stem je ook op Lars natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Iedereen stemt op mij. Dat zou hartstikke tof zijn. Ik denk dat gaat lukken, Dylan. Helemaal tof. Oké, mensen. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Laat lekker een blauw duimpje achterhoog als je het awesome vond. Ik krijg zo ongelooflijk veel steun de laatste tijd nog steeds op Mindtopia. Super awesome. Dank Lars voor het meedoen. Hoi. En ik zie jullie graag in de volgende video. Later nog eens wat ziens. En natuurlijk... Hoi! Oh my.